Welkom, zevende speeldag, Lokeren, Cercle Brugge, 6581 toeschouwers, 3-0 eindstand. Welkom Lorenzo Stales, mag ik het zo stellen, droge 3-0? Dat mag je zeker stellen. Ik denk dat er op de overwinning van Lokeren niks aan te werken valt. Dat is al controlisch, denk ik. We waren naar hier gekomen voor het punt. Redelijk defensief en het zat goed in elkaar. Tot de 20e minuut dat we ongelukkig een tegendeelpunt krijgen, een afgeweken vrije trap. Ja, en dan is die organisatie een beetje weggevallen. Ik dacht iedereen van het te forceren tot aan de rust. Druk wel kansen weggegeven, echt grote kansen. Dat 4-0 kunnen staan aan de rust. Dat is niet onverdiend geweest. Maar goed, ja, het staat nog maar 2-0 en dan proberen we de tweede helft er van iets tegenover te staan. Wissels door te voeren. Die heeft ook iets niet veel hebben opgeleverd en ten behoeve valt dan op het moment dat we met 10 op het veld staan. Ja, dat was de klop die we kregen. Dan wisten we ze om te vroeger en dan meer dan 4-4 en 5 niet meer pakken. Offensief te weinig gebracht vandaag. Ik heb geen enkele kans genoteerd van ons. We wachten veel te lang en de bal komt voor onze rechtervoet, we gaan nog klaarleggen onze linkervoet. Dat soort zaken. Er komt een center, een perfecte natuurlijke zone. De rechtsbuiten is er niet. Ja, toch wel even een paar zaken om mee te nemen om deze week te bespreken en te veranderen naar volgende week toe. Dat is duidelijk. Ja, je geeft het aan, volgende week na Charleroi. Veronderstel weer geen makkelijke wedstrijd. Wat mij opviel, Arnar Vidarsson stond op het blok, maar ik dacht dat hij niet opgewarmd had. Nee, maar niet iedereen moet opwarmen, hè. Dus ik kan daar opwarmen die ik kan inbrengen. Dus, nee, maar ja, volgende week zal er wel zijn geen makkelijke matchen. Geen enkele match is makkelijk in de Belgische competitie, dat is een duidelijk. 6 punten tot hiertoe. Zeg je dan, dit Cercle van vandaag is merkelijk verschillend van de andere wedstrijden waar jullie, waar wij wel punten in gehaald hebben? In alle andere wedstrijden hebben we kansen gecreëerd, hebben we ook doelpunten gemaakt af en toe. Maar kansen creëren is voornaam en dat wordt vandaag niet gezien. Dat wringt een beetje, want we zijn niet de ploeg die echt heel defensief speelt en niet probeert uit te komen. Maar ik heb gewoon te veel balverlies gezien, simpel balverlies voorin, geen balvastheid. En dat was net hetgeen we ook kunnen behalen. Dank u. Peter de Nouwgouder, 3 maal gescoord, dat het er meer kunnen zijn, dus ik veronderstel een tevreden trainer. Ja, liever niet meer. Dus misschien wel voor het spektakel, maar ik denk dat we vandaag heel veel last gespeeld hebben. Wat we deze week zien hebben op het terrein, dat die balsituatie heel goed ging. We was in 1 of 2 tijden al. En dan komt er wel die opening en die ruimte. Dan is het, wat Lorenzo zegt, dan heb je wel eens een moment nodig, ook al heb je dan heel veel balbezit en heb je het spelbeeld helemaal naar je toe getrokken. En dan zit je natuurlijk in een flow van positivisme en dan vallen die ballen ook wel eens binnen vanuit een afgeweken bal. Ja, en op dat moment dat we 1-0 voorkomen, dan zien we dat we helemaal loskomen en ik heb heel goed voetbal gebracht over 90 minuten en dat was voor mij wel belangrijk, want voorafgaande wedstrijden hebben we toch al verschillende keren gezien dat we 2 helft terugvielen. En dat was vandaag niet het geval. En, vandaag echt een compliment naar het totale toe. Heel volwassen, heel goede balsituatie. Het individu was vandaag ondergeschikt. En dan komen die kansen wel vanzelf. Vandaag een hele goede harmonie. Niet alleen in de afwerking, maar ook in het bijhouden van de bal, in de kaats. Je ziet dat dit team op dit moment nog altijd groeiend is. Als je ziet hoeveel vanuit de midden, hoeveel positiewisselingen dat we gedaan hebben voor toch maar aan de bal te komen. Want ze hadden eigenlijk ons denk ik heel goed gescout en ze hebben eigenlijk de maldekking willen spelen in het middenveld. En daar zijn we eigenlijk fantastisch los uitgekomen. En ook daar een compliment naar Kylian en Koen, want dat zijn toch wel de mensen die voor de toevoer moeten zorgen en dat zat vandaag nog goed. Zeg je dan, dit is het Lokeren zoals ik het wil zien spelen, naar bijvoorbeeld volgende week standaard toe? Ja, dat is de doelstelling. Maar elke wedstrijd heeft natuurlijk een ander verhaal. Maar dit is basic en daar werken we elke dag heel hard aan. En als je na 3 jaar
die successen die we tot nu toe gehaald hebben en je kan dit nog altijd brengen en je ziet hoe gretig die groep nog altijd is, ja, dan is het voor de coach denk ik heel mooi te werken en ben ik vandaag ook weer heel fier op het geleverde resultaat en geleverde werk. Oostende en Cerkelbrugge, dat zijn als je play-off 1 ambieert, dat zijn de wedstrijden die je moet winnen. En als je ziet hoe volwassen dat we die wedstrijden winnen, dan kan je meer ambiëren. Het wordt moeilijk als de gekwetsten komen, natuurlijk moeilijk in selectie. Nee, absoluut niet. De selectie is heel gemakkelijk te maken wanneer dat resultaat is. Dank je, Peter. Ja. Dank je wel.